Breaking Mol nieuws in Wie is de Mol land? Yo mensen, ik zat gisteravond om 5:30 eventjes het internet af te struinen op zoek naar hints, theorieën. Toen postte Siem een hele goede video over de maskers in The Leader. En in deze video ben ik hier om een nog wat andere theorie hierover uit te leggen. En daarnaast heb ik nog twee kleine mini-sterke theorieën die ook belangrijk zijn om te delen. Daarvoor pak ik even mijn laptop bij en dan kan ik jullie het eventjes goed voorlezen, zodat iedereen snapt wat ik bedoel. Siem had dus een goede theorie over de maskers in The Leader. Hij zegt namelijk het volgende. Voor veel afvallers van dit seizoen staat zo'n molmasker die zijn gevonden in The Leader, die maskers. Behalve bij de nu 3 finalisten en bij de 2 afvallers Hila en Sahil. Als we deze 2 kandidaten bekijken en vergelijken met de andere kandidaten, hun naam, die naam staat namelijk op alfabetische volgorde, als we dat op alfabetische volgorde zetten, dan is Hila de 5e kandidaat en Sahil de 8e kandidaat in dat rijtje van dit seizoen. De 5e letter in het alfabet is de E en de 8e letter in het alfabet is de H. Dit kan slaan op Everon Roy. Best ver gezocht, luidt deze theorie van Siem. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ondertussen is het keihard aan het regenen. En dat hoort iedereen, denk ik ook. Maar op deze theorie van Siem heb ik iets anders ontwikkeld. Als we namelijk de H van Hila en de S van Sahil pakken en omzetten in getallen, komen we uit op de 8 en de 19e letter uit het alfabet. Kwijt bijna weg. Als we dan vervolgens 19 min 8 doen, dan komen we uit op 11. En wat is de 11e letter in het alfabet? De K van Kim. Dit klinkt net zoals de theorie van Siem ook zeker heel ver gezocht. Dan heb ik nog een theorie voorbij zien komen op Instagram. Deze heeft het Instagram-account Mollenjagers gepost. En ik vond deze toepasselijk om te delen. Deze gaat over Everon. Luister namelijk eens goed naar het volgende fragmentje en dan vooral wat Everon antwoordt op de vraag van Kim. Oh. Je bent moe, hè? Ik zag het al aan. Nou, als je goed luistert, Everon antwoordt daarop: ik ben de mol. Kan een soortgelijke actie zijn die Mol Merel in seizoen 19 ook deed. Hij lijkt het ook nog erg te fluisteren. Zodat wij het misschien minder snel kunnen opvatten. En dan tot slot is mij nog iets opgevallen aan de 3e opdracht. Freesia lijkt namelijk aan de ene kant toch nog wel op te vallen dan dat ik eerst dacht. Ze zegt namelijk op een bepaald moment dat ze geen vragen meer heeft. Ik ben door mijn vragen heen hoor. Heb jij nog vragen? En daarna zegt ze dat er een vraag bij Kim haar laptop slaat op zwemmen na de opdracht prikactie. Dat maakt zij ervan. Maar op Kim haar laptop stond welke kandidaten er aan het zwemmen waren tijdens de opdracht ... Dus die opdracht die stond bij Freesia op haar laptop. En Freesia maakte prikactie van. Maar na de opdracht prikactie gingen ze met z'n allen, nou ja niet met uitsluiting van een paar andere kandidaten, gingen ze zwemmen in de zee daarachter. Zelf denk ik dat deze vraag juist gaat over de opdracht net of net niet. Waarbij de kandidaten zelf moesten zwemmen en de boten recht moesten houden. Zodat er voetballen in plusgeld of mingeld kon worden gegooid. Na de opdracht prikactie was zwemmen? Dat lijkt mij eerder iets beters om een vraag over te maken dan over het zwemmen na een opdracht in de vrije tijd van de kandidaten zelf. Goed, doe weer hiermee wat je wilt. Ik wilde per se deze 3 verdachte dingen even delen met jullie. Tot zover was dit dan ook wel weer de extra video. Ik hoop dat je hiermee wat mee kan doen tijdens de jacht naar de mol. En zoals ik in de vorige video van gisteren ook al zei, ik ga naar aflevering 9 natuurlijk ook video's maken. Naar de beste hints uit het hele seizoen richting de finalisten die er dan nog zijn. Zodat we een beetje een kijk krijgen op de anti-molacties en de molacties van alle 3 de finalisten. Of 2 finalisten na aflevering 9. Maar dat weten we natuurlijk niet. Dan was dit natuurlijk weer de video. Abonneer voor meer en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters.